Partiaalhoer-parlementariër Ingrid Karta-Bink pleit voor dranghekken of vangnetten op de Wijnenbosbrug. Hiermee kan worden voorkomen dat personen met zelfmoordgedachten van de brug springen. De parlementariër maakt zich zorgen om het toenemende aantal zelfmoordpogingen. Hoe meer mensen van de brug springen, hoe meer de brug het imago krijgt van een zelfmoordbrug. De brug verbindt Kommewijnen met Paramaribo en zo moet de gemeenschap het ook kennen, al dus de Voormalige burgermoeder van Kommowenen. Als lid van de Vaste Commissie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in de DNA zal zij minister Patrick Pengel vragen om haar voorstel op te volgen. En één is zeker die vang. Hekken plaatsen. Ik weet het, dat het niet eenmaal 24 uur plaats zal vinden. Het kost heel veel geld. Als we kijken naar, onze gold, naar die Golden Bridge in San Francisco, het heeft miljoenen ook gekost dat zij nu. Uh, uh, Stalen uh, vangnetten plaatsen onder de brug. Bij deze doe ik dan het beroep. Een tussentijdse oplossing heb ik nagedacht. Een tussentijdse oplossing is de wegenautoriteit in te zetten. En de taken van wegenautoriteit uit te breiden. Bijvoorbeeld uh, een. Uh, Bronfietsers inzetten met, met, met werkers wegen, van Wegenautoriteit om die controle te doen. Wanneer wij zien dat mensen uh, de brug gebruiken of een voetganger de brug, op de brug is, dat zij dat niet mogen doen. Op het moment dat een voetganger de brug oploopt, moet de politie in actie komen, meent Bink. Zo kunnen er levens worden gered. De volksvertegenwoordiger zegt de gemoedstoestand van depressieve mensen te begrijpen. Maar wees erop dat zelfmoord niet de oplossing is. En die voorlichting moet ook komen: dat elk een die problemen heeft. Het leven heeft op en downs. Niets is rooskleurig. Niets is zo glad als uh, plaat. Het leven heeft op en downs. Elk probleem heeft een oplossing. Laten we praten en laten we u begeleiden wanneer u zo depressief bent. Maar neem die keus niet om hier. Uw zelfmoordpoging te doen. Parlementariër Ingrid Carta-Binkse pleit voor dranghekken of vangnetten op de wijde bosbrug om te voorkomen dat mensen van de brug afspringen om een eind aan hun leven te maken.